Kusso van de groep Kusso Usturk. De heer Kusso. Voorzitter, dank u vriendelijk. Het is een interessant debat op een belangrijk moment, want vandaag of dit jaar staat 40 jaar onafhankelijkheid en de viering daaromtrent op de agenda. En het klopt inderdaad dat we in die relatie tussen Suriname en Nederland vooruit moeten. Maar een bekende uitspraak van Spinoza luidt: als je wilt dat het heden anders is dan het verleden, bestudeer dan het verleden. Deze uitspraak van Spinoza is wat ons betreft tekenend voor de relatie tussen Nederland en Suriname. Want vele Surinamers en Nederlanders, zo voelen wij, hebben het gevoel dat onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden een betere relatie, een bestendige relatie in de weg staan. Het is dus zaak om het gedeelde verleden op een respectvolle en gedegen wijze onder ogen te zien, van beide kanten. De regering, onze regering, spreekt Suriname aan op haar internationale plicht om haar verleden te onderzoeken en verantwoording af te leggen. En dat is een goede zaak. Waarheidsvinding en verantwoording dienen altijd te worden bevorderd. Maar wat doen wij eigenlijk zelf op dit gebied? Je ziet een splinter in mijn oog, maar de balk in je eigen ogen zie je niet. Wij zien ons slavernijverleden nog altijd niet onder ogen. Dit staat ook in het VN-rapport van afgelopen maand. Veel mensen in Nederland en in Suriname lijden hieronder. Wij van Denk betreuren dit. We moeten leren van onmenselijkheden om onze eigen menselijkheid te versterken.